Hoi hoi, ik sta hier bij de Rijn, of in ieder geval een oude Rijnarm. Ik sta bij de Lüneburgerwaard. Dit is de jachthaven de Lüneburg, een oude steenfabriek. En daar heb je een andere jachthaven. Daar in de verte kan je nog net de kerk van Wijk bij Duurstede zien. En hier is een huis op een terp. En nu kijk ik naar de Rijn. Dit is op dit moment niet de Rijn. Dit is, wat je voor je ziet, is een kanaal wat in de 19e eeuw is gegraven. Ter vervanging van de Roodvoetmeander, zoals die heet. Ik loop even iets naar rechts. Even kijken of je de Roodvoet kan zien. Dat is een steenfabriek. En die heeft nog een... Nee, ik kan het niet zien. Hij moet daar ergens liggen aan de overkant. Eens even kijken hoor. De Roodvoetmeander was een zeer heftige, scherpe, smalle meander. En in de 19e eeuw is die afgesneden door mensen. Niet de natuur, hè? Niet het meanderende proces wat we op de middelbare school hebben geleerd. Dat komt hier niet voor. Mensen hebben er een kanaal gemaakt. En dat is dit water wat je nu ziet. En nou kijk, wou ik eens zien waar de oude Rijn daarvoor dan aankwam. En wat ik zie is hier in het midden. Als je nog steeds in het midden van mijn beeld kijkt, naar de overkant, dan zie je tussen die twee wat hogere boomgroepen, populieren en wilgen, zie je een vrij hoge bult. En als je naar rechts gaat, nu in het midden van mijn beeld, zie je nou ja, iets lager, maar ook een hoge bult. Maar daar bij die populieren, die hoge bomen, daar net rechts van, daar is duidelijk de hele oever aan de overkant lager. Dus niet de oever aan het water, maar het eiland erachter. De huidige Rijn loopt langs de bomen, langs die donkere bomen, ten zuiden van dit kanaal. Maar, oh ja, het is wel een ingewikkeld verhaal, hè? Sorry. Dit is dus een kanaal. Voordat het kanaal werd gegraven, kwam hier rechts van die, ik zal er naar wijzen, even kijken, kijk. Oeh, dat is ingewikkeld. Daar kwam de Rijn zo aan en ging dan die kant op, naar Katwijk, naar Rotterdam. Die meander is afgesneden en toen is dit kanaal gemaakt in de 19e eeuw. En dit is dus dat wat al toen Rijn was. Maar na de Tweede Wereldoorlog zijn de stuwen gebouwd bij Driel en Amerongen en Hagestein. En toen is dit kanaal wat je hier voor je ziet helemaal verlegd en afgesneden. En nu loopt de Rijn ten zuiden van dit kanaal. Hij loopt langs die bomenrij daarachter. En we kijken hier dus naar een eiland. Een heel smal, langgerekt eiland. Dat heet de Gravenbol. Nee, dat is niet waar. Roodvoet. Nou, ik weet niet hoe het heet. Dat zoek ik dan nog wel eens uit. Daar kijken we naar het westen. Daar komt een auto aan. Die komt dan uit Wijk. Hier dit schitterende huis, waar ik ook wel zou willen wonen. En daar mijn fiets. Ik ga naar huis, jongens. Doei doei.